Mijn naam is Henny van der Most. Ik ben kernlid van Delen Achter de Duin. En Delen Achter de Duin is een platform van 60 organisaties in Den Haag die zich bezighouden met armoedebestrijding. Ik wil jullie vanmiddag graag meenemen langs een aantal artikelen van de grondwet en waarom die met name voor mensen die in armoede leven niet werken. Artikel 120 van de grondwet die verbiedt toetsing van wetten aan de grondwet. Dat betekent dat als er door verkeerd beleid wetten uitgevoerd worden die verkeerd neerslaan in de samenleving, dat die mensen dan gewoon geen mogelijkheid hebben om hiervoor naar de rechter te gaan en om die wetten te laten opheffen. Tenminste, of aan te laten passen. Als we kijken naar artikel 19, en we kijken naar armoede en werk, dan is een van de dingen die er staat, bevordering van voldoende werkgelegenheid, is voorwerp van de zorg van de overheid. En de wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten, en omtrent hun bescherming daarbij, als mede omtrent medezeggenschap. En dan nog een hele belangrijke. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend. Behoudens de beperkingen. En daar zit de angel natuurlijk. Er zat een perverse prikkel in het beleid. Er is jaren geleden een politieke keuze gemaakt dat Nederland, dat wij onze economie gingen inrichten als zijnde kenniseconomie. Dat leek een heel goed idee, maar we waren even vergeten dat het arbeidspotentieel daar niet in meekomt. Want niet iedereen, ongeveer 60% van de mensen.